allemaal, hier heb ik weer een update vandaag. Ja, ik heb vanochtend al een kistje gemaakt. Dat is, even kijken, die ligt er ook. Deze heb ik gemaakt. Ja, en die heb ik dan vanochtend gemaakt in een die. Ja, en hoe maak je een kistje? Die moet je zeker even bekijken, die is ook heel leuk. Is ook wel makkelijk, want het kistje is best wel handig. En dan kun je allemaal borsteltjes aan bewaren. In deze update ga ik jullie een paar dingen laten zien die ik gemaakt heb. Ik heb niet echt veel gekocht. Ik heb eigenlijk helemaal niks gekocht. Dus daarom ga ik jullie allemaal dingen laten zien die ik gemaakt heb. Het is niet zo heel veel, dus laten we maar beginnen. Als eerst heb ik deze neckrope voor White Black gemaakt. Het is een paarse neckrope. Ik zal er even een poppetje op zetten. Zo, kijk, ik heb er even een poppetje op gezet op White Black. Dat vind ik wel een leuk setje, omdat ik nog... Ik had wel een zadel en hoofdstel voor White Black, maar dat was een beetje kapot. En het was ook van vilt gemaakt en ik heb geen nepleer. Dus weet jij waar je ergens nepleer of zo kan kopen of gewoon leer? Zet dat dan even onder in de reacties, want ik kan het echt nergens vinden. Oké, dan heb ik nu nog, heb ik ook nog iets voor Star gemaakt. Of het is Susanna, de Star. Even kijken, dit is ook een neckrope voor Star. Deze had zo. En dan heb ik die neckrope voor Star gemaakt. Dan heb ik ook voor Latina dit petje gemaakt. Een lichtroze petje met een paarse singel. Ik vind hem echt super leuk geworden, want... Nu past Brit dit poppetje ook gewoon op Retina. Kijk zo. Want vroeger paste ze dat nooit, omdat ze er toen altijd afviel en dat. En nu past het gewoon en daar ben ik wel blij mee. Dus. Dan heb ik ook nog een petje en een neckrope voor Teun gemaakt. Daar zou ik ook even een poppetje op zetten. Teun is mijn alleroudste paard. En hij is al lang met pensioen, maar... Hij vindt het gewoon leuk om te rijden. Ze zei eigenlijk, het is een merrie, maar ze vindt het gewoon leuk om te rijden. En daarom heb ik dit vrije tijdsetje voor haar gemaakt. En dat, zodat ze toch nog kan rijden, want dat vindt ze nog gewoon heel erg leuk. En dat was dan voor Teun. Dan heb ik ook voor Rucker dit petje gemaakt. Want in de strips van de penny zie je ook altijd dat de Rucker zo'n rood... petje op heeft en dat heb ik dus nu ook gedaan bij Rakker en dat vind ik wel leuk. Dus, ik moet ook zo'n rode singel en daarom vind ik het wel leuk. Dan heb ik voor Sjors nog een deken gemaakt. Eigenlijk was die voor Hert, maar daar was die een beetje te groot voor. Voor Sjors eigenlijk ook een beetje, maar dat boeit niet heel veel. Bij Hert kwam die helemaal niet dicht omdat hij veel te groot was, maar hier zo past hij wel goed op. Ik vind hem wel leuk geworden. Het tweede dekentje. En dan heb ik voor Shukshuki nog deze neckrope gemaakt. Zo is het. Ja, het is wel leuk. Ja, en dat was eigenlijk wel een beetje wat ik allemaal heb gemaakt. En zo. Dus dan ga ik maar even. Dat was alles wel. Dus dan. Doei!